Als ik een historische roman zou hebben geschreven met al deze verwikkelingen, had men gezegd, deze fantasie is doorgeslagen. Maar het is allemaal echt gebeurd. De ondertitel van het boek geeft het eigenlijk helemaal aan. Het is het onwaarschijnlijke, maar waar gebeurde, verhaal van ridder Jan van Brederode. Het onderzoek is begonnen bij het boek dat Jan van Brederode heeft geschreven in een hele bijzondere fase van zijn leven. Wat bezielt een ridder om zo'n boek te gaan schrijven? Ik kon hier in dit hele bijzondere geval ook dieper gaan in de kennismaking met de middeleeuwen dan ik ooit in eerder werk ben gegaan, omdat we zoveel van hem weten. Ik denk dat we altijd geneigd zijn om het verleden toch te onderschatten. Het te simpel voor te stellen, te vlak, te voorspelbaar. En kijk dan eens naar dit leven en je weet niet wat je ziet. Wie wint dit jaar de Libris Geschiedenisprijs? Luister zondag 28 oktober naar OVT om 10 uur op NPO Radio 1.